Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat binnenkort van start met een groot programma waarbij scholenrenovatie en bouw gepland zullen worden. Deze informatie deelde onderwijsminister Henry Orie afgelopen donderdag tijdens een persconferentie in het Senasu-gebouw. Het departement heeft een inventarisatie gemaakt van 166 scholen in alle 10 districten die in aanmerking zullen komen voor renovatie of bouw. Het is over het algemeen veel meer renovaties en Paramaribo Zuid en Wanica zijn een aantal nieuwe scholen geprojecteerd. Wat we nu gaan doen is directievoering aanstellen. Dat is een klein project implementation unit die in staat is om de voorbereidingswerkzaamheden te doen. We moeten op die school gaan controleren technisch wat er allemaal gedaan moet worden. Er moet een materialenstaat gemaakt worden, er moet een begroting gemaakt worden. En de regering heeft daarvoor geld nu uit voor bestemd. En wij gaan dat managen per district. We proberen ook zoveel mogelijk te kijken met de DC en lokale aannemers op welke wijze wij snel nu het programma kunnen oppakken. De bewindsman gaf aan dat er ook andere instanties zijn die medewerking verlenen aan dit programma. Ook zei hij dat er een extra IDB-project is voor de renovatie van 10 scholen. Dit project is ook al opgestart. Vanuit de diaspora hebben we een 11-tal scholen zijn ook onder de supervisie gekomen van donoren en ondersteuners. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld South Dakota is nu bezig met Alberga School en een school op Houttuin om het nog volgende week op te leveren. Dijkveld. En zo zien we dat we proberen het hele pakket aan scholen op te pakken. We zijn bezig ook te werken aan een database waarbij die scholen erin zitten. Waarbij we goed kunnen kijken wat per individuele school in het district, hoe die eruit ziet. Welk klein onderhoud, dan wel groot onderwijs deze scholen moeten krijgen. Het ministerie heeft reeds goedkeuring van de regering voor uitvoering van dit groot programma van renovatie. Er wordt nu gewerkt aan een aanbesteding.